Dat maakt mij heel boos, want ik betaal een forse huur voor de winkelpanden die wij hebben hier. Elke week is het weer raak. Vrachtwagens die kringloopwinkel De Cirkel aan de Sterrenbosweg in Wijchen blokkeren. Enerzijds begrijpelijk, want de omliggende horeca moet bevoorraad worden. Anderzijds heel vervelend voor de kringloopwinkel. Het probleem is dat deze straat door de gemeente Wijchen is aangewezen als laad- en losstraat van het centrum, maar dat de straat zich daar niet voor leent. Bij de Sterrenbosweg is het een beetje raar geregeld. Besluiten vrachtwagenchauffeurs om de vrachtwagen hier neer te zetten, dan blokkeren ze de deur van de winkel. Maar zetten ze nou de vrachtwagen aan de overkant neer, dan riskeren ze zelf een boete. Als er meerdere vrachtwagens zijn die niet kunnen parkeren, dan parkeren ze tegen de gevels van de winkelpanden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat maakt mij heel boos, want ik betaal een forse huur voor de winkelpanden die wij hebben hier. En als die niet bereikbaar zijn dat wij spullen naar onze klanten kunnen brengen of de bus kunnen lossen, als de chauffeurs straks terugkomen met een volle bus, dan is dat heel vervelend. Dat kan gewoon niet. Volgens Tonen weigeren de chauffeurs vaak op een andere plek te staan. Want of dat je nou heel lief vraagt of je wordt wat bozer, vaak gebeurt het wel emotioneel. En dan ga je er naartoe en dan vraag je aan de jongens hoe lang zijn jullie bezig. En dan zeggen ze, nou dat kan nog een half uur zijn, kan nog een uur zijn, dat weten we niet. Ook vriendelijk verzoek van zet de bus dan even aan de andere kant, rij me meer de vooruit of achteruit. Ze doen het gewoon niet. Ze zeggen wij moeten ons werk doen en jullie wachten maar. Toevallig hielden de vrachtwagenchauffeurs donderdag wel rekening met de winkel. Ik heb hem tegenover de winkel gezet, zodat iedereen er makkelijk doorheen kan. Alle andere vrachtwagens kunnen makkelijk langs mij rijden. Nu het marktplein overdag helemaal vol staat met terrassen, of zoals op donderdag de markt, kunnen vrachtwagens niet meer via marktplein de boel bevoorraden. En daarom is het tegenwoordig ook zo druk in de Sterrenbosweg. Naast dat het de toegang tot de kringloopwinkel blokkeert, ontstaan er ook vaak gevaarlijke situaties. Centrummanager Yvette Akkermans heeft een half jaar geleden al gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en gemeentemedewerkers. Maar dat heeft nog niet veel opgeleverd. Ook Tone heeft contact met de gemeente gehad. Wethouder Loermans die heb ik een mailtje gestuurd met foto's over het probleem in de Sterrenbosweg. Hij gaf in eerste instantie aan dat hij niet wist dat die problemen er waren. Ze hebben de afgelopen 4 jaar helemaal niets gedaan, terwijl het probleem bekend was. En dat is zo spijtig dat het lijkt alsof het probleem niet serieus wordt genomen. Maar volgens Akkermans heeft de gemeente wel degelijk kleine stappen ondernomen. Maar dat zijn eigenlijk de pleisters die niet op de goede plekken staan. Waardoor je dus niet de goede oplossing hebt. En mijn wens zou zijn, omdat de gemeente dan veel meer samenwerkt om te kijken wat wel de oplossingen zijn. Dus... Verantwoordelijk wethouder Paul Loermans wilde niet voor camera reageren. Wel laat hij in een schriftelijke verklaring weten het probleem te erkennen, maar dat het niet eenvoudig op te lossen is. Als er een eenvoudige maatregel denkbaar was, dan hadden we dit al wel gerealiseerd. In de beperkte ruimte die er is, blijft het schipperen, zo laat Loermans weten. Tonen denkt hier anders over. Wat zou een gepaste oplossing zijn? Die bankjes hier weg die niet gebruikt worden. Die vuilcontainers weg. En gemarkeerde parkeerplekken maken. Want die jongens die de vrachtwagens rijden, Hanos, Sligro, Hogro, ik weet niet wat hier aan me komt. Die moeten ook ruimte hebben om te lossen. Ja, zoals jullie nu wellicht horen, komt er weer een vrachtwagen aan. Dus snel, ja, ik ben er met de gemeente mee in gesprek. En ik hoop toch echt dat we nu stappen kunnen maken.